De four qualification motos. Vier motos gaan wij met elkaar optellen. De leider in de zaak hier is Joep de Bok met Mitchie Dollevoet op plaats nummer 2. Twee punten verschil. Joep zal dus even kijken, gewoon de eerste plaats moeten fietsen of de tweede, dan is hij gewoon binnen. Maar wat die 3 en Mick Dollevoet 1, dan wat de vierde man doorslag geven, dan hebben ze gelijk aantal punten. Dat gaat dus spannend worden. We hebben hier aan de leiding de plaats nummer 77 van Joep de Bok. Hij gaat alles veiligstellen. Hij laat er geen discussie over bestaan wie het de sterkste is in deze vierde kwalificatiemoto. Alles bij elkaar optellen en dan sta je met verven bovenaan. Dan is een kostje inmiddels al gekocht voor Joep. Joep inderdaad nog steeds aan de leiding. Plaats nummer 2, die 85. Mick Dollevoet, ja, die kan hem wel passeren en stuivertje gaan wisselen. Maar dan is hij er nog niet. Dan heeft hij nog maar 1 puntje verschil gemaakt. En dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Hij gaat hier de zaak toch voor zich opwijzen. Joep de Bok voor de Leon Door. Focus waard. Thuisbaan, jawel. Raise your hands. In ieder geval als je de finish gepasseerd bent. Joep de Bok, kampioen vandaag hier op zijn thuisbaan. Jongens van 6 jaar, volgende vierde manche, dames en heren. Ik zeg het nog bij klemtoon nog een keer weer. Het is geen finale. Het is puntjes bij elkaar optellen.